lege winkels. Ja. Vind je dat we dat er veel lege winkels zijn in Breda of valt het wel mee? Tegenwoordig best wel veel. Ja? Tegenwoordig wel, ja. Ja, ik vind behoorlijk wat leegstand, ja. Ja? Het wel langer werker. Erger? Ja, ik vind wel wel. Ja. Want ik woon hier al 24 jaar, maar ik heb het nog nooit zo erg gezien als nu op het ogenblik. Nee, juist niet. Ik vind dat hier veel, veel meer winkels zijn en weinig leegstaat in vergelijking tot Rotterdam en omstreken. Ja, Rotterdam veel leegstand? Ja, Schiedam, Vlaardingen, ja. Ja, ja, vind ik wel. Als mijn sluizen waar wij vandaan komen, dan is ook veel leegstand. Ik vind juist de winkels die leegstaan, is gewoon heel erg jammer. Vind ik wel. Ja? Ja. Is het anders winkelen daardoor? Ja, vind ik wel. Er is leegstand op plekken waarvan je denkt van dit is zonde. Dat doet pijn aan de ogen, zeg maar. Of het veel is, ik vind het niet veel. Ik vind het wel op plekken die wat gewoon niet nodig is, wat lelijk is. Ja, het is zeker wel iets wat zichtbaar is. Ja. Het is wel, zeker, ik sta hier dan ieder weekend, eigenlijk 2 dagen in de week. En dan merk je wel veel dat er eigenlijk steeds meer leeg staat inderdaad. Ga je wel eens winkelen? Ja. Vind je winkelen leuk? Ja. En vind je dat er veel winkels leeg staan in Breda? Ja, ik vind dat wel, ja. En vind je dat ook jammer? Ik vind het nog steeds een hele gezellige stad. Ik ben hier nog nooit geweest, maar ik vind het helemaal leuk. Ja? Dus ja. Dus het is niet dat u zegt, wat staat er veel leeg, het begint op te vallen? Nee, helemaal niet. Nog niet, nee. Vooral het uiteindes. Daar. Ja, de leegstand. Ja, ja, de laatste stukken. Gewoon rustig. Ja. Ook. Ja. 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 Maar op zich hier midden in het centrum vind ik het wel meevallen. Maar het zit hem echt aan de uiteindes. Ja. Ja, vind ik wel. Ja, voor als je door dat straatje winkel, dat straatje loopt, dan zie je wel veel leegstand inderdaad. Ja. Maar er komt als het goed is een hele hoop voor terug, toch? Nou, ik sta hier in het SAS met wethouder Adang van Economische Zaken, ook verantwoordelijk voor de binnenstad van Breda. Hoe kijkt u aan tegen de ontwikkeling op dit moment van veel leegstand en faillissementen hier in de binnenstad? Nou, je ziet dat na de economische crisis de stad in beweging is. Gelukkig kennen we geen grote hoeveelheid permanente leegstand in Breda. Ja. Dus daarmee bedoel ik dat als er een winkel leeg komt staan door bijvoorbeeld faillissement, dat het redelijk vlot weer opgevuld is. En je ziet ook dat de gemiddelde leegstand in Breda de afgelopen jaar echt flink teruggelopen is. Ja, wat is het beleid van de gemeente Breda ten aanzien van leegstand in de binnenstad? Nou, we zijn vooral ook bezig, niet alleen met vastgoedeigenaren, maar ook met Breda Next bijvoorbeeld. Om te kijken hoe kunnen we de stad nog aantrekkelijker maken. Hoe goed kunnen we de stad maken om hier je winkel te vestigen. Nou, je ziet dat we daar redelijk goed in slagen met elkaar om toch een bruisende binnenstad met elkaar te hebben waar veel mensen toch willen ondernemen. Ja, en wat zijn daar concrete elementen van? Nou, concreet is schoon heel veilig is bijvoorbeeld iets waar we echt wel goed op inzetten. Als het niet schoon is, nou, dan wil je daar je winkel ook niet hebben. Dus nou, dat is een heel concreet voorbeeld waar we gewoon de afgelopen jaren sterk op hebben ingezet. Ja, ook heeft u het ondernemingsfonds geïntroduceerd? Ja, absoluut. Draagt dat ook nog bij aan vermindering van de leegstand of het ondernemersklimaat in het algemeen? Nou, wat je ziet is dat de ondernemers nu verenigd zijn met elkaar in bepaalde gebieden. Mm-hmm. Nou, dat werkt wel samenwerking echt wel goed in de hand. En daardoor zie je dat de kwaliteit van de omgeving stijgt. Ze hebben het met elkaar over bijvoorbeeld feestverlichting. Nou, daardoor wordt de straat veel gezelliger. In een gezellige straat wil je ook graag je winkel hebben zitten. Dus ja, ik kan niet zeggen van het is 1-op-1 verklaarbaar dat het daardoor is, maar je ziet wel dat de kwaliteit van de omgeving wel bijdraagt aan minder leegstand. Ja, en op dit moment gaan we de positieve kant op, geeft u aan. Ja, absoluut. Ziet de gemeente wel de leegstand op dit moment als een probleem of niet? Nou, voor de binnenstad denk ik dat we op een percentage zitten wat we altijd nodig hebben. Want er zullen altijd nieuwe winkels blijven, er zullen altijd winkels weggaan. Nou, daardoor heb je gewoon al eenmaal, zoals we dat zo mooi noemen, frictieleegstand nodig om gewoon die beweging te kunnen faciliteren. Maar er zijn andere delen in de stad, bijvoorbeeld in de aanloopstraten, maar ook buiten het centrum, waar toch wel plekken zijn waar we ons zorgen moeten maken over de grote hoeveelheid leegstand. En welke plekken zijn het concreet? Nou, je ziet dat er verschillende plekken zijn in Breda. Het zijn er eigenlijk stiekem te veel om nu even een rijtje te noemen. Maar het past wel in de discussie over bijvoorbeeld de aanloopstraten. Zijn dat nou winkelstraten of zijn dat nou woonstraten? Nou, mede om die reden willen wij de binnenstadvisie actualiseren. Om daar toch ook een duidelijke uitspraak over te gaan doen.
hoe we nou om willen gaan daarmee. Dat is een hele discussie die we het komend jaar nog met elkaar uitgebreid moeten gaan voeren. Want er komt een nieuwe visie aan? Nou, we actualiseren de visie die er ligt. Want je ziet dat er best wel wat dingen zijn veranderd in de afgelopen jaren. Hij is pas, ik geloof in 2012 is die vastgesteld. Dan zeg je, nou, dat is nog best vers voor een beleidsdocument. Maar de wereld is toch wel voor een groot deel al veranderd. We hebben een economische crisis achter de rug. Je ziet dat er best wel wat faillissementen zijn. Je ziet dat er dus echt heel veel verandering is. Nou, dat moet je dus opnemen in je binnenstadvisie. Ja. Er wordt veel gezegd door met name de retailers in de stad dat ze het horecaaanbod in Breda wel voorzien groeien, terwijl het winkelaanbod van echt retailers wat aan het verminderen is. Vindt u dat een positieve wending of een negatieve wending? Of zegt nou, u van nou? Nou, weet je, de stad is in beweging en dat zie je ook. En het is ook een landelijke trend dat er ruimte geven aan horeca nodig is. Dat de retail, dat er iets minder vierkante meters daarvoor nodig zijn. Nou, dat is ook gewoon een landelijke trend. Dus ik denk dat we een gezonde beweging zien. Dat nu de horeca iets harder groeit dan de retail. Maar waarvoor mensen naar Breda komen, is toch echt om hier te willen zijn. Ja. En dan moet het met elkaar in balans zijn. Er moet een voldoende kwalitatieve aanbod zijn op het gebied van horeca, maar ook op het gebied van retail. Wat zijn nou ondernemers die we nog in de Bredaagse binnenstad moeten hebben om aantrekkelijk te blijven richting de toekomst? Ja. Nou, we weten al vanuit de discussie over achterlange stallen dat er best wel wat partijen zijn die op zoek zijn naar grotere winkels. Dus dan hebben ze het echt over 5000 vierkante meter of meer. Daarin zie je dat Breda gewoon een hele populaire stad is voor de winkelketens om zich te vestigen. En daarom ben ik ook absoluut positief over de veranderingen in leegstand in de binnenstad. Ja. Bent u zelf als wethouder of als gemeente nog betrokken bij gesprekken of het binnenhalen van ketens naar bijvoorbeeld Breda? Nou, we zijn natuurlijk een beperkte gesprekspartner voor dat soort ketens. Wij hebben geen vastgoed, wij gaan niet over de huurtarieven. Het enige wat wij kunnen zeggen is dat in de voorwaarden, dus een ondernemersfonds, dat het schoon is, dat het veilig is, dat de graffiti gewoon redelijk vlot ook weer weggehaald wordt. Nou, dat zijn de voorwaarden waar de gemeente heel veel in kan doen, om te zorgen dat er een goed ondernemersklimaat is. We staan in het SAS voor Boes, een tent waar u voor gekozen heeft om hier af te spreken. Wat was daar de reden van? Ja, het SAS is een fantastisch mooi plein wat ook echt bruist. Nou, dat zie je hier. Mensen zitten gezellig een drankje te drinken op een heel mooi cultuurhistorisch plaatsje met een grote kerk op de achtergrond. Nou, ik kom hier graag. Nou, hier past het bij dat ze met elkaar afgesproken hebben, dus de bewoners, de ondernemers en de verhuurders, van wat mag. Je ziet dus ook dat het hier 's avonds gesloten is. Nou, volgens mij moet je dat ook gewoon met elkaar doen en elke plek heeft zijn eigen dynamiek nodig om te komen tot een succes. Kijk bijvoorbeeld naar het Verkootplein. Nou, tot een paar jaar geleden stonden daar de kraakpanden nog. Nou, je ziet dat het nu een heel bruisend plein is geworden, wat echt aantrekkelijk is geworden om daar te verblijven. Ja, komt dat succes dan ook door de ondernemers en de mensen die daar lokaal betrokken zijn en hun input kunnen geven? Of komt dat ook? Absoluut, absoluut. Je ziet dat aan weerszijden van het plein flink geïnvesteerd is door zowel de pandeigenaren als de ondernemers. En je ziet dat de kwaliteit van zo'n gebied dan in één keer omhoog gaat. Is er nog een stukje binnenstad waarvan u zegt, nou, dat zou ik wel willen aanpassen of dat zou ik nog willen veranderen? Nou, er zijn verschillende kanten in de stad waarvan ik denk, nou, daar moeten we nog echt wel wat mee. De discussie over de achterlange stallen is natuurlijk wel gestrand dat de VOF gezegd heeft, nou, dat willen we niet meer ontwikkelen. Maar we hebben wel een KPN-gebouw leegstaan. We hebben daar wel een parkeerplaats liggen waarvan eigenlijk iedereen in Breda wel zegt, heel mooi is het niet. Nou, het Breda's Museum vertrekt daar, dus daar in dat gebied liggen nog wel kansen om te komen tot iets heel moois. Ja. Nou, wat het dan zou moeten zijn, dat is dan eventjes de vraag. Als je kijkt bijvoorbeeld ook naar de Sedigkazerne, dus aan de kant waar de haven is doorgetrokken. Nou, daar zie ik ook wel heel veel kansen nog om bijvoorbeeld de markt weer verder door te trekken. Zodat het water weer heel goed en mooi door de stad heen trekt. Ja. Nou, zo heb ik dus twee plekken in de stad waarvan ik zeg, van, nou, dat zijn plekken waar nog iets zou kunnen gebeuren. Ja. Je komt uit Friesland een dagje shoppen. Ja. Nou, wij komen, onze dochter die heeft stage gelopen op de Katjeskelder. Oh. In, hoe heet dat daar? Oosterhout. Ja. Ja. En wat is jullie indruk hier van Breda, van de winkelstad met name? Gezellig. Ja, gezellig. Ja. Ik weet wel dat er veel mensen liever op online willen shoppen, maar ik niet. Gaan jullie vaak shoppen? Bijna elk weekend. Ja, wij gaan elk weekend. Vaak, elk weekend even kijken inderdaad. Ja. Dus shoppen in Breda is nog steeds leuk? Ja, vind ik leuk. Ja? Voor zover wij nu hebben gezien, ik heb eigenlijk helemaal geen lege winkels gezien. Heb jij lege winkels gezien? Nee. Nou, vergeleken bij ons in Leeuwarden staat er weinig leeg. Maar we hebben alleen de hoofdstraat nog maar bezocht, zeg maar. Nee, ik vind het wel meevallen. Ik weet niet zo goed hoe het bijvoorbeeld 10, 15 jaar geleden was. Ik bedoel, misschien was het toen ook wel zo'n
zo'n tendens van leegstand. Maar nu is het inderdaad de afgelopen, laten we zeggen, 2-3 jaar zie je wel steeds meer bijvoorbeeld vooral grote dingen verdwijnen. En wordt het daar voor u daardoor ook minder leuk om de stad in te gaan? Ja, ja. Maar ja, als je naartoe moet voor bepaalde dingen, dan ga je wel natuurlijk. Maar ja, er is een hoop weg. Alleen dus... in die nieuwbouw, dat is heel veel leegstand. Ja? Ja. En wordt het daardoor minder aantrekkelijk om te shoppen? Absoluut. Ja, absoluut. Minder aantrekkelijk wordt met leegstaande panden. Die worden dan wel overigens met allerlei plakaten bedekt, dat het nog wel wat sfeer heeft. Maar je ziet het, je merkt het, de sfeer wordt minder. Ah, want het is inderdaad gloednieuw. Dat barones bedoelt u? Ja, klopt. Ik heb niet gezien dat hij leeg was, hoor. Ja, al die zijkanten, dat was allemaal leeg. Oh, ik ben niet goed opgeleid. Nee, dat is ook helemaal niet erg. Dus het is ook heel goed als u het niet ziet, natuurlijk. We staan hier voor de Grote Kerk in de binnenstad van Breda. En ik sta hier met... Patty Schoenmaker. Ik ben voorzitter van de Vereniging Commercieel Onroerend Goed Binnenstad van Breda. En in die hoedanigheid vertegenwoordigen wij de belangen van de eigenaren van commercieel onroerend goed in de binnenstad. Oké. Kan je aangeven wat de VCOB precies doet? Als VCOB proberen wij een rol te spelen als gesprekspartner naar de retailers en naar de gemeente. Om mee te denken over bijvoorbeeld een parkeerbeleid, de veiligheid in de stad. We spreken de gemeente ook aan op zijn verantwoordelijkheden als het gaat om een schone, een hele en veilige binnenstad. Als we dan kijken naar de binnenstad van Breda, hoe staat Breda er dan voor? Als je mij vraagt hoe staat iets ervoor, dan maak ik altijd een vergelijking met hoe staat het ervoor in vergelijking bijvoorbeeld met andere steden. Mm-hmm. En dan gaat het goed met Breda. Okay. Breda kent nu ongeveer tussen de 9 en 10% leegstand, ja. Maar zit daarmee nog steeds ruimschoots beneden het landelijk gemiddelde. En hoe is dat landelijk gemiddelde? Dat is afhankelijk dan weer van de grootte van de stad, ja. Maar dat kan oplopen zelfs tot 18 of 19%. Oké, dan zitten we met 10% nog best goed. Ja, nou dat wil niet zeggen dat daar geen oplossing voor moet komen of dat het niet heel welkom zou zijn als daar ook een invulling voor komt. Mm-hmm. Maar over de leegstand die nu te zien is in het winkelgebied op de A1, ja. Maak ik me geen zorgen. Dat komt helemaal goed in de stad als Breda. Oké. En je maakt je zorgen over de lange leegstand. Wat is dan de visie van de VCOB daarop? De problematiek die daarin in dit soort straten voorkomt. Dus bijvoorbeeld een Bosstraat en een Haagdijk. Waar niet alleen fysieke leegstand is, maar ook nog veel leegstand achter de gevel. Dus dat, wat houdt dat in? Dat zijn eigenlijk winkels die fysiek gebruikt worden, maar waarbij bijvoorbeeld geen huur wordt betaald. Dus, okay. dus dat noemen wij dan toch eigenlijk leegstand, omdat het blijkbaar niet meer lukt om daarvoor een ondernemer ook de kosten te verdienen en huur te betalen. Kan je daar wat meer over vertellen waar jullie dan als VCOB aan zitten te denken? Als ik dan een concreet voorbeeld neem, zou ik kunnen kijken naar een Haagdijk. Een Haagdijk is een straat die eigenlijk van... al 20 jaar geleden dezelfde problematiek kende als die nu kent. Daarmee zou je dus ook kunnen zeggen, dit is niet iets wat alleen met deze tijd te maken heeft. We moeten hier denken aan een alternatieve aanwending. Als ik de Haagdijk aan zou moeten pakken, dan zou ik zeggen, we knippen hem in 3 stukjes, want hij is te lang. 1 stuk kan nog prima bewinkeld worden, maar dan moet het daar schoon, heel en veilig zijn. Ja. Bijvoorbeeld een overgangsstuk waarin wat atelierwoningen gerealiseerd worden. Waarin in Breda nog steeds behoefte bestaat, ook vanuit de mensen bijvoorbeeld van de kunstacademie. Ja. En daarna een stukje met intensiever wonen. Want ook naar wonen in de binnenstad is echt nog vraag. Op die manier zou er een stabiele waardeontwikkeling van het onroerend goed zijn. Wat natuurlijk ook in het belang is van de eigenaren. Ja. Maar ook gewoon weer een goede invulling van alle delen. Want door het intensievere wonen is er ook weer meer behoefte om de winkels te gebruiken in het eerste gedeelte. Ja, precies. Zijn daar belemmeringen in binnen de stad Breda om zoiets voor elkaar te krijgen? Nou, de gemeente bijvoorbeeld vindt zo'n idee prima. Laat dat ook in de facilitering van de wetgeving of van het bestemmingsplan wel toe. Maar het is een versnipperd eigendom. Dus dat betekent dat aan de Haagdijk misschien wel 200 verschillende eigenaren zijn, die dan panden moeten gaan verplaatsen, uitkopen enzovoorts. En ja, dat lukt gewoon niet zo eenvoudig. Nee. De belangen zijn dan toch gewoon te divers. Als je kijkt naar de ondernemers die
panden zouden moeten gaan vullen. Wat zijn de belemmeringen voor die ondernemers? Je hoort heel vaak, de huurprijzen zijn te hoog. Is dat zo of hoe zit dat? In sommige gevallen is dat waar. Ik kan niet zeggen dat er geen gevallen meer zijn, vooral uitzonderingsgevallen, waarbij de huurprijzen van bestaand onroerendgoed nog steeds erg hoog zijn. Bij een nieuwe verhuring zie je vaak dat er ook wat lagere huurprijzen gerealiseerd worden, behalve op plekken waar echt schaarste is. En dat is vraag en aanbod. Ja. Voor bestaande winkeliers is de wetgeving erg... laat heel weinig ruimte tot verandering, zowel in contractsduur, daar waar een retailer steeds meer behoefte heeft aan flexibiliteit, schrijft de wetgever gewoon vaste termijnen ook voor. En dat is iets in combinatie met bijvoorbeeld een omzethuur, want een huurder mag een bepaald percentage van zijn omzet verhuren als benchmark van wat een reële huur is. Als ik jou goed begrijp, huren kunnen beter op de omzet worden afgestemd dan dat ze 5 of 10 jaar vast worden gelegd in deze onzekere tijden. Ja, alleen een verhuurder zal dat met de huidige wetgeving niet zo makkelijk doen. Nee. Omdat een huurder op zijn beurt dan weer beschermd is om 10 jaar te mogen huren. En als hij er zelf een potje van maakt omdat hij zijn omzet niet haalt, is daar dan de verhuurder ook de dupe van. In andere landen is de wetgeving daar gemakkelijker in en is die flexibiliteit dus ook makkelijker. Hebben jullie ook een idee over wat voor soort ondernemers we nodig hebben om die binnenstad aantrekkelijk te houden? Je zegt al, intensiever wonen is één deel, maar wat voor soort ondernemers hebben we nou nodig? Nou, we hebben vooral ondernemers nodig met passie voor hun vak. Stilstand is achteruitgang. Als je kijkt naar de ontwikkeling in kennis bijvoorbeeld, die gaat ontzettend hard. Ja. Dus dat betekent als we gisteren blijven doen wat we overmorgen blijven doen wat we gisteren deden, dan komt het gat tussen wat de consument wil en wat we eigenlijk doen, wordt steeds groter. Ja. En die consument moet wel geprikkeld worden, moet hier wel leuk blijven. En met mensen die passie voor hun vak hebben, mensen die passie voor het ondernemen hebben, die staan niet stil. Okay. Dus gepassioneerde ondernemers kunnen hier hun slag slaan. Ja, absoluut. Die maken het verschil. Ja, precies. Ja. Zijn jullie nu aan het winkelen? Beetje. Ja. Een beetje. Wat is een beetje winkelen? Eten. En rondkijken meer. En kleine winkeltjes, mis je dat? Nee, er zijn er genoeg overal. Hier, als je Barones doorloopt, daarachter ook. En als je veel gaat winkelen, wat doe je dan? Meer dan nu? Kleding en schoenen. Dat doe je nu geen kleding? Ja, wel, maar niet passen. Als jij zou mogen zeggen van wat voor soort winkels in die lege panden moet komen, wat zou jij nu leuk vinden? Ja, hippe winkels wel. Dameskleding. Ja, dan iets mooier. Ja, wel meer dameskleding. Iets mooier. Ik vind het wel jammer dat de Bijenkorf bijvoorbeeld weg is. Ja. Dat vond ik echt een toegevoegde waarde van Breda. En een reden om naar Breda te komen. Mis je echt kledingwinkels? Ja, ik ga heel vaak in andere stad ga ik heen. En dan is dit veel meer. En ook voor onze leeftijd. En als je dan gaat shoppen, ga je daarna dan ook ergens lunchen? Of wat drinken daarna? Meestal wel, ja. Bij de Mac heel vaak. Echt een uitje. Ja. Nou ja, we zijn gewoon een dagje weg en gewoon gezellig een dag shoppen. En het is zonder kinderen ook een keer lekker. Dus het is gewoon even wat anders. Dus het is niet zo dat ik hier speciaal naartoe kom om te winkelen. Dus gewoon een leuk dagje ervan maken. Want het is weekend, hè? Dus lekker van genieten. Echt een dagje Breda. Ja. En winkelen hoort daar dan wel even bij? Ja, lekker uit eten en gewoon gezellig. Een beetje Brabants genieten, denk ik. Hè? Nou, veel plezier, want dat kan wel nog steeds hier. Wil je jezelf even voorstellen, allereerst? Ja. Ik ben Ageet Boermans en ik ben directeur van Clip. En wij beheren 155 ateliers. En we beheren samen met Braak, met de stichting Braak, beheren we ook nog een soort vrijplaats voor kunstenaars en creatievelingen in de Belkrum. Ja. En we zitten hier ook in een pand dat ook beheerd wordt door Clip. Ja. Ja, in de binnenstad, Brandpunt heet het. Ja. Wat is dan jullie rol bij zo'n pand? Want we zien hier mensen, we zien hier een leuke winkel. In dit geval met mensen die dit beheer of die dit deze onderneming hebben, met z'n allen zijn ze bij elkaar gaan zitten en beheren ze alles wat binnen zit. Maar wij doen de administratieve afhandeling. En in andere panden zijn we echt de beheerder. Dus doen we alles van
Van onderhoud tot aan het toewijzen van ateliers, maar ook alle administratieve dingen. En, sommige panden zijn ook best groot. Er zitten tot 20, 25 kunstenaars in. Ja, ja, de Nowhere Shops, kunt u die omschrijven? Wat is dat voor iets? Bijvoorbeeld in de Houtmarktpassage, daar kwamen opeens heel veel winkels kwamen er leeg te staan. Ja. Op maandelijkse basis verhuren we die shops aan kunstenaars en kunnen ze daar hun waren laten zien. Bovendien dat zo'n passage dan niet helemaal verpaupert en dat er toch nieuwe dingen te zien zijn. Het draagt heel erg bij aan het volle straatbeeld weer van de straten in Breda, of in ieder geval dat het levendig is. Ja, alleen een heleboel winkeleigenaren vinden het toch nog steeds wel moeilijk als wij tegen een wat lagere prijs dat huren. Ook al weten ze dat het heel tijdelijk kan zijn, want we hebben een opzegtermijn van om precies te zijn 4 weken en 3 dagen. Is dat het grootste obstakel wat jullie tegenkomen, of zijn er nog andere grote obstakels waar Clip tegenaan loopt? Verder zijn de panden vaak niet helemaal geschikt voor kunstenaars. Ik moet even denken aan één Nowhere Shop waar nu op het moment alleen maar tekeningen op de grond liggen, omdat er niks aan de muren gemaakt mag worden. Ja. Een derde punt is, maar dat is niet specifiek voor Clip, is dat er veel vandalisme is. Okay. Met name in de Houtmarktpassage hebben we toch voortdurend last van jongeren die daar dingen uithalen, zoals brandkranen openzetten enzovoort, die echt heel schadelijk zijn voor het publiek, voor de kunstenaars, voor de motivatie vooral. Ja. Van de kunstenaars om daar te gaan zitten. En dat zal ongetwijfeld voor de winkeliers het precies hetzelfde zijn natuurlijk. Ja. Nou ja, dat kan ook een beetje opgelost worden door net even iets meer licht of net even iets meer reuring. En soms gaat het vanzelf weg. En daar doen we ons uiterste best voor. En zeker ook de mensen die bij ons huren. Ja. Ja. We zien heel veel leegstand nu in de binnenstad. Hoe kijkt u daar tegenaan? Ik zie het ook. Ik ben van mening dat er een andere tijd aanbreekt. Dat er winkeltjes terugkomen die misschien niet alleen maar op winst gericht zijn. Wat voor soort ondernemers moeten naar de binnenstad komen om die nog aantrekkelijk te laten zijn en worden in de toekomst voor toeristen en bezoekers? Ik denk wel dat het winkelen zelf nog steeds, dat altijd belangrijk zal blijven. Maar dat het gevoed moet worden door een andere inhoud. Meer creativiteit toelaten. Mix dat met ook gewone ketens natuurlijk. Er moeten ook gewone ketens zijn. Is dat een boodschap aan de politiek dan? Nou, niet speciaal naar de politiek, maar wel probeer ruim te blijven denken. Probeer niet alleen in winst en in kapitaal te denken, maar probeer ook te denken in inhoud. En probeer te denken in wat een stad kan bieden. Ja. En dan als ander ding wat echt moet veranderen is jarenlange winkelcontracten van eigenaren van panden die zorgen dat mensen het gewoon niet aandurven. Nee. Zelfs wij hebben daar ook al mee te maken. Zijn er nog panden in de binnenstad waarvan u zegt, nou, dat als Clip zou ik daar wel willen zitten en mensen willen stallen of kunstenaars in willen? Ja, zeker. Ik wil eigenlijk een soort concept opzetten waarbij je, zoals je bij kappers wel hebt, dat je een stoel kunt huren. Mm-hmm. He, dan heb je eigenlijk een stoel en je hebt een kastje waar je droger enzovoort in zit. Mm-hmm. Nou, ik zie het als een soort, een ezel of een bureau, whatever je nodig hebt. En een mini-opslagje. En een pand wat daarbij zou kunnen, het is heel ambitieus, mm-hmm, is het oude Rabobank pand. Dat in de Concordia staat. Dat staat al vreselijk lang leeg. Als je het dan hebt over hoe ga je nou mensen in de binnenstad ook gelukkig maken? Ja, door inkijk te geven. Dus dan heb je ook elke zondag inloop. Zoals je op Stek ook elke zaterdag kunt komen kijken hoe alles floreert. Nou, dat klinkt heel goed. En qua Nowhere Shops, waar zou je nog willen zitten in de binnenstad? Die uiteinden, dat zijn eigenlijk een beetje die rafelranden van de stad. Daar ontstaan vaak die Nowhere Shops ook. Als je het dan toch over beleving hebt, mm-hmm, dan gaan hier mensen en toeristen en bezoekers, die gaan hier even op de markt even wat eten en dan lopen ze een rondje. En in wezen hebben ze geen zin meer om helemaal aan die uiteinden te gaan. En vroeger ging je nog naar een speciaal winkel daarvoor, maar die zijn er gewoon allemaal niet meer. Dus, nee. dus dat winkelrondje wordt steeds kleiner. Dus het zou wel mooi zijn als we daar ook wat steekjes kunnen uitdelen. Nou, zeg dat jullie mogen, daar staat iets leeg.
dat helemaal zelf invullen, wat zou je dan gaan doen voor het soort winkel? Eten of kleding. En wat voor soort eten? Chocola. Oh, een chocoladewinkel? Ja. Oeh, nee? Ik zou het echt niet weten. Ik zou nog wel een muziekwinkel erbij willen, want ik speel zelf gitaar en zo, dus dat vind ik wel leuk. Muziekinstrumenten of platen? Ja, muziekinstrumenten. Ja. Kleinere, leuke, gezellige boutiques, ja, die er eigenlijk niet meer zijn hier. Nee. Ja, modezaken. Ja. Dus meer mode echt, ja, voor jongeren. Ja. En dan één merk. Nee, gewoon alles door elkaar, zodat ze alles gewoon zouden kunnen vinden daar. En dan gespecialiseerd in wat? Wat zou jij leuk bijvoorbeeld vinden? Bijvoorbeeld een zaakje wat dan alleen maar een specifiek zelfgemaakt spijkerbroekenmerk verkoopt. Bijvoorbeeld zoiets. Wat vind ik een leuke winkel? Wat ik leuk vind om gewoon te kijken naar spulletjes. Gewoon snuffelen. Dat vind ik wel leuk. Ja. En dan spulletjes voor een huis bedoel je? Bijvoorbeeld, ja, of een boekenwinkel, altijd leuk. Ik ben wat ouder. Hè. Ik zie de Cool Cat, ik zie allemaal winkels die wij in Leeuwarden ook hebben. En ik ben natuurlijk... Ik zou wel een liefhebber zijn van gewoon wat authentiekere winkeltjes, zeg maar. In wat voor sfeer is authentiekere winkels? Nou, ik zou bijvoorbeeld een modelbouwwinkel wel willen zien. Een lekker rommelwinkeltje, antiquairs? Ook leuk, ja, vind ik leuk. We hebben niet zoveel antiquairs. Ginnekeweg bijvoorbeeld. Ja. Zit wel wat leuke winkeltjes. Ja. Binnenstad minder inderdaad, dat is wel waar. Ja. Het heeft ook wel weer te maken met huurprijzen natuurlijk. Ja, ik denk dat het vooral is dat het, wat er denk ik meer gaat komen, is dat grote ketens gaan verdwijnen binnen nu een 5 tot 10 jaar. En dat het allemaal gepersonaliseerde, gespecialiseerde eenmanszaken worden, zeg maar. Dus dat het gewoon kleine bedrijfjes in grote panden, denk ik dat het vooral wordt. Wat vindt u Rotterdam of Breda shoppen? Breda. Ja, wel Breda. Nee. Sfeer. Weten. Ja, dat is leuk. Ja. En waar zit dan die sfeer, waar zit dat in? Gewoon oude gebouwen en diversiteit van winkels. En het plein is gewoon hartstikke gezellig. Ja. Burgondisch. En daar houden we van. Ja. Dus jullie hebben niet iets dat je het minder leuk vindt om te shoppen doordat er winkels leeg staan? Ja, dit is blijft Breda, hè. Dus Breda is gewoon onze stad. Dus ja, dan vind ik het gewoon leuk of het nou leeg staat of niet, toch gewoon hier doorheen te lopen natuurlijk.